Hallo en welkom bij deze gameplay commentaar video van Gamersnet.nl. Mijn naam is Peter Bouwman en ik zit naast Morgan Freeman. And that day he knew. Ni No Kuni was a great game. Nice, Tom. Je doet het heel goed. Ja. Okay. Tom heeft een beetje een Morgan Freeman-pui. Dat het ook goed klinkt ook. Ik heb dat soms inderdaad. Ja. Maar nee, we hebben nog een gameplay commentaar. Ja. Commentary. Ja, maar dat blijft komen. Ja, dat blijft komen. Maar we hadden nog steeds gameplay van Gamescom 2017. Jazeker. Alsof we dit pas in 2018 uploaden. Ja. Way back. Ja. Ja, de E3 is alweer voorbij. We hebben nog een paar dingen te doen van voorgaande jaren. Ja, precies. Nee, maar Ni No Kuni 2 zijn heel veel mensen die heel veel zin hebben. Want dit is namelijk... de beste JRPG volgens velen. Ni No Kuni 1 was natuurlijk wel... Ik denk dat Ni No Kuni 1 een van de meest sprookjesachtige, sfeervolle Japanse RPG's is. Ja. Vooral ook omdat het natuurlijk destijds werkte ze samen met Studio Ghibli. Die iedereen kent als de goden, de legendes der anime. En dan maak je daar een game mee. Dan weet je wel dat het goed zit. Inmiddels, Ni No Kuni 2 is een ander verhaal. Zelfde ontwikkelstudio. Maar ze hebben niet meer Studio Ghibli officieel achter hun staan. Waarom niet? Wat is daar misgegaan? Ghibli heeft... Dat is niet doorgegaan of zo, die samenwerking. Maar tegelijkertijd zijn er een aantal grote sleutelfiguren van Studio Ghibli. Zijn nu gewoon overgegaan naar level 5. Dus je hebt wel de muziek, de karakter en het karakterdesign en zo. Het zit er wel allemaal in. Dus het voelt meer Ghibli dan ooit. Ook al staat nu Ghibli er niet meer echt achter. Oké. Okay. Heel apart. Maar dit is ook... voor de mensen die Ni No Kuni 2 een beetje in de gaten hebben gehouden. Die zien dit en die denken... Maar dit is niet wat de trailers waren. Nee, het is een ander soort game. Ja, we hebben het in de previews al een paar keer beschreven. In Ni No Kuni 2 ga je natuurlijk als Evan je kingdom heroveren. En dat doe je natuurlijk in de adventure mode. Waarin je dus, weet je, als net met Ni No Kuni 1 de wereld intrekt. En bondgenoten maakt en vriendschappen aangaat en zo. Maar er is ook een kingdom mode waarin je kingdom aanstuurt. Dat is een beetje micromanaging. En dit is heel specifiek de skirmish mode. En dat is als je kingdom wordt aangevallen, dan heb je af en toe van dit soort kleine missietjes die tussendoor gebeuren. Ja, met verschillende unit types zoals je kan zien. Ja. En dat is best wel leuk, want het brengt wel heel veel vernieuwing. En ik krijg een beetje een Fable 3 vibe ervan. Ja. Is dat raar? Nee, Fable 3 had dat ook. De Kingdom Mode ligt wel iets dichter bij inderdaad Fable 3. Dit deed mij gewoon eigenlijk denken aan gewoon iets meer een tactische RTS. Met een beetje steenpapier-schaar-principe. Want die drie units zijn natuurlijk archers en van dichtbij en van veraf. En die draaien dan om Evan heen. Maar het is ook heel chibi en zo allemaal. Ja. Maar we hebben nog niet heel veel gezien van de Kingdom Mode. Ik heb behind the scenes wel een aantal screenshots ervan mogen zien. En de Kingdom Mode gaat ook in die chibi-stijl worden. En je hebt wel gelijk dat een beetje Fable-esque is. Want je neemt verschillende bondgenoten aan. Bijvoorbeeld je kunt zeggen... Oh, ik ben vrienden geworden met de botenmakers. Dus ik neem in mijn kingdom een aantal botenmakers. En dan krijg je daar weer geld van. Of je krijgt makkelijker boten. En dat kan dan weer allemaal... Dat nemen alweer bonussen mee in de adventure mode. En dat geldt ook voor de skirmish hier. Als jij je kingdom verdedigt... Schijn je daarvan bonussen te krijgen in de kingdom mode en in de adventure mode. Dat is wel tof. Ja, het is een beetje... Ik vind het ook wel heel erg vernieuwend ook binnen de game. Ja, vind ik wel leuk dat ze dat doen. Het viel mij ook op dat Ni No Kuni is een game van veel verschillende facetten. En best wel veel verschillende gameplay. En ik weet niet, ik vind het wel leuk om te zien dat het niet alleen maar die real-time combat is. Maar je hebt ook een beetje dat RTS en dat micromanager en zo. En ik hoorde ook mensen zeggen van, het is jammer dat die game van de turn-based combat af is. Maar ik heb hier wel weer zoiets van, oké, het is niet turn-based, maar je hebt hier wel een... soort van combat die je iets rustiger kan spelen. Ja. Dus ik heb een beetje het idee dat dit dat gat moet vullen van... oh, het is niet meer turn-based of zo. En het zou ook niet de diepe Company of Heroes strategy gameplay zijn. Het is letterlijk, je roteert die twee groepen om je heen. En af en toe, zoals je hier nu ook ziet... mag je dan bijvoorbeeld van verschillende bondgenoten die je hebt... kun je ultimates inroepen. Dus ik ben bevriend met een aantal Sky Pirates in de Adventure Mode. Dan kan ik in de Skirmish Mode airstrikes inroepen. Oh, dat is wel tof. Ja, dus het speelt allemaal hand in hand met elkaar. Het is best wel geinig. Maar ze hebben... Ja, weet je, het is wel een beetje minigame vibe. Ja. Waarom kiezen ze ervoor om dit aan jou te laten zien op Gamescom? We hebben ook een stukje van de Adventure Mode kunnen spelen. Okay. Maar dat was toevallig dan alweer stukken gameplay die ik ook op E3 had gezien. En dit was juist de grote onthulling op Gamescom. Dus ik zie van ja, dan gaan we dat lekker beleven. Oh, het is omdat het toen ook pas onthuld werd. Ja, de Kingdom Mode en de eerste dingetjes hebben ze van laten zien op Gamescom. En de Skirmish Mode hebben ze onthuld en meteen speelbaar gemaakt. Okay. Maar ik heb, dat is helaas gameplay die ik niet heb opgenomen. Maar ik heb ook wat in de Adventure Mode gedaan. Het ziet er ook heel sterk uit.
Er rust wel een groot gevaar hierin. En dat is dat mensen die gewoon van RPG's houden nu wel echt worden geconfronteerd met gameplay waarvan ze misschien wel denken, ja, maar hier heb ik helemaal geen zin in. Ik heb het idee dat dit optioneel is, maar ja. het is nog maar de vraag van hoe belangrijk dit is en of het echt nodig is of dat het meer een snack is voor tussendoor waar je wat minuscule bonussen aan overhoudt. Er zal vast wel wat, zeg maar, verplicht zijn om dit te doen, maar dit, voor mij voelde dit heel erg als van, oh, dit is gewoon als je even wil ontspannen van de Adventure en de Kingdom mode, kun je lekker even, weet je wel, je Kingdom verdedigen. Vet man, die airstrikes. Die airstrikes zijn tof, hè? Ja, er zijn aan de hand van welke bondgenoten je hebt in de Adventure mode bepaalt dus ook wat voor ultimates dat zijn. Maar ik vond de airstrike gewoon heel leuk. Ja, maar dat maakt het ook wel weer een soort van diep. Ja, nou ja, heel in ieder geval diep niet lui. Niet. Nee, inderdaad. Er is duidelijk over nagedacht. Ja, dat krijg je wel. Want verder is het gewoon natuurlijk steenpapierschaar met twee troepjes om je heen draaien. Ja, dat is natuurlijk niet heel diepgaand. Ja, maar je hebt het ook niet heel lang gespeeld. Maar hoe lang blijft dit leuk? Ja, god. Ja, misschien in het geheel. In het geheel denk ik dat dit gewoon een leuke snack RTS is voor tussendoor. Waar je dan hopelijk dan ook nog wel wat bonusjes aan overhoudt. Ja. Maar goed, weet je, het draait natuurlijk nog steeds wel gewoon om die Adventure mode. En ik denk dat die Kingdom mode ook groter en zwaarder weegt dan deze skirmishes. Deed me een beetje denken aan Minions trouwens, deze gasten. Van Despicable Me? Ja, je ziet wat gele kopjes. Ik had iets van, oh, nee. Dat, ja, nee. Misschien hebben ze daarna gekeken. Oh, God, dat is populair in het Westen. Och, nee. Wat is dit? Is dit een populaire game in het Westen? Ni no Kuni is wel, zeg maar, zo groot geworden dat ook wel in het Westen daar zeker wel wat aandacht voor was. Dit is natuurlijk groter in Japan en sowieso in het Oosten. Oh, kun je zelf ook geraakt worden door de Ash? Nee, ja, een andere ult van mij was healen. Dus dat heb ik meteen erachteraan gegooid nice. Voor de zekerheid, zeg maar. Dit lijkt me gewoon een leuke snack tussendoor. Maar, nou, dit stukje gameplay bedoel je? Ja, de game zelf is natuurlijk een gigantische adventure mode. Die vooral fans van Ghibli en anime in het algemeen waarschijnlijk heel erg kunnen waarderen. Ja, maar goed, als mensen deel 1 vet vinden, dan gaan ze deel 2 ook spelen. Ja, daar ben ik dus benieuwd naar, omdat het dus niet meer turn-based is. En dat schijnen toch wel wat fans van het eerste deel een beetje moi op te hebben. Terwijl level 5, de ontwikkelaar, zegt van nu komen alle beloftes waar. En ergens voel ik ze daar ook wel in, want het straalt meer sfeer uit dan ooit tevoren. En de game lijkt groter en uitgebreider dan ooit. Nou, leuk. Bedankt voor de introductie van deze spelmodus. Bedankt voor het commentaar. Ik leverde de gameplay, jij het commentaar. Het is een wisselwerking hier. Het is een soort van co-op podcast video item. Dankjewel, Morgan. And at that time he knew. Nee, ik ben hem kwijt. Het is wel zo dat je altijd wel, zeg maar, één zin kent van een character. Ja, ook met Bane. Ja. Ja. Oh. Vooral dat ook. Ah, so you think darkness is your ally. You never should have trusted me, Mr. UPS man. Mooi. Thanks. Nou, dankjewel, Tommy. Ja, thanks, Peter. Tot de volgende keer. Tot snel.